frustratie voor veel fotografen is dat ze niet het standpunt kunnen bereiken wat ze zouden willen bereiken. Heel simpel, omdat je er niet kan komen omdat het te gevaarlijk is, te hoog is. Nou ja, allerlei belemmeringen. Bijvoorbeeld bij een heel simpele selfie. Als ik die foto zelf wil maken, ja, dan is dit de maximale standpunt. Een grotere reikwijdte heb ik niet. Hè? Dus als ik nou een foto wil maken met nog een stuk van die trein, wordt dat lastig. Daar hebben ze wat op bedacht. Dat is de zogeheten selfie stick. En die kan ik onder mijn camera schroeven. Nou, ik heb mijn camera nu vastgezet op de selfie stick. Een beetje de goede hoek bepalen. En dan kan ik met de zelfontspanner of afstandsbediening. Cheese. Kan ik toch een leuke foto maken van mezelf, van grotere afstand. En dan heb ik de trein er ook bij op. Ik kan hem ook nog een keer van die kant maken. En in dit geval zet ik niet mijn spiegelreflex erop. Maar dit is echt bedoeld voor een lichtere camera of een iPhone. Mijn spiegelreflex is toch te zwaar voor zo'n statief. Daar is die ook niet voor bedoeld. Cheese. Een andere manier om van extreme standpunten te kunnen fotograferen, bijvoorbeeld uit een rijdende auto of een rijdende trein, is de Cam Ranger. Die kan ik aansluiten op mijn camera. Dan ontstaat er een soort wifi-verbinding. En dan moet ik een appje downloaden. Nou, wat ik nu ga doen is ik ga mijn camera hier neerzetten met die Cam Ranger. Nou, ik ben nu in de trein gaan staan. Ik heb een appje op mijn telefoon. En nu kan ik op deze manier de camera op afstand bedienen. En zo een selfie maken. Cheese! Ja. Nou, de foto die ik net heb gemaakt, dat is leuk, maar hij is wel vrij ver af. Omdat ik vast zit aan de plek waar ik die camera neer kan leggen. Nou, een hulpmiddel daar weer voor is dit zuignap statief. En dan kan ik de camera bevestigen waar ik wil. Bijvoorbeeld op deze ruit. En dat is simpelweg dat zuignap erop drukken. Vacuüm pompen. Nu kan ik weer een foto maken, portret van mezelf, vanuit een rijdende trein bijvoorbeeld, of een auto. Of, nou, ik kan het standpunt zelf bepalen. Ik heb de Cam Ranger er weer op zitten en via mijn telefoon appje. Cheese! Ik heb mijn camera nu op een monopod gezet en dat lijkt een gewone monopod. Dat is het niet. Dit is een fotomast. En hiermee kan ik de hoogte in. En heel eenvoudig klemmetjes. En ik hoef niet bang te zijn dat mijn camera eraf valt. Het zit hartstikke stevig, ik kan het schudden. Niet al te hard, maar daar hoef je niet bang voor te zijn. En ik kan nu heel simpel, in dit geval met een mast van 6 meter, kan ik een mooi overzicht maken hier van deze treinen. Goed stilhouden. En in dit geval heb ik een wifi-verbinding. Met een app op mijn mobiele telefoon, dan kan ik hem vanaf hier bedienen. Maar je kunt natuurlijk ook heel simpel met de afstandsbediening de instellingen maken. En dan maak je natuurlijk wat meer foto's. Eentje wat verder naar voren. Eentje wat verder naar achteren. En dan ga ik achteraf wel uitkiezen wat de juiste uitsnede is. Wil je niks missen van Zoom.nl? Abonneer dan op het kanaal en klik ook even op dat belletje, want dan krijg je notificatie als er een nieuwe video online staat.